Pepijn Leinders. Het is uiteindelijk 3-3 geworden. Maar ik kan me voorstellen dat je in de openingsfase hebt zitten verbijten op de bank langs het veld. Ja, je komt heel snel achter. Hè. Dat is niet oké. Lange bal gespeeld. Nog zoveel gewaarschuwd dat we tweede ballen moeten winnen. Dicht bij de centrale verdedigers moeten komen. En linksbuiten komt gewoon vrij en kan doorsteken met een combinatie. Maar ja, gewoon niet goed bij de eerste doelpunt. Ja, en dan krijg je een mentale tik natuurlijk. Omdat je de wedstrijd in wil gaan met... Met het idee, je moet met 3 doelpunten verschil winnen. Ja. Nou, dan moet je de 4 maken. Ja. En dan kom je al heel snel tegen 10 man te staan. Maar misschien maakt dat alleen nog maar lastiger eigenlijk. Nou, dat vond ik niet alleen. Ja, wel als we zo stonden in de rust hebben we het wel iets beter weggezet. Ik krijg net die doelpunt tegen vlak voor rust. Maar we zijn met meespelers tussen de linies gaan spelen. Met 3 man achterin. En dan staat het beter, waardoor je makkelijker kunt combineren. Ja. Maar toch die 2-0 tegen 10 man net voor rust. Dat mag eigenlijk niet gebeuren, toch? Nou ja, alle 3 de doelpunten mogen niet gebeuren, zoals altijd is. Alleen, ja, het gaat erom dan terugkomen en dat hebben we al gedaan. En dan hopen tot Jong PSV eigenlijk wint, snap je? Want dat is dan de enige kans die je nog hebt. Alleen maak je 3-2 en dan denk ik ook nog van oké, er zit nog gewoon veel meer in. Hè? Ja, dan is het misschien nog waar we het ook voor de wedstrijd over hadden. In ieder geval de wedstrijd zelf winnen met 3 doelpunten verschil met een goed gevoel hier af te sluiten. Het wordt uiteindelijk dan nog 3-3. Met welk gevoel sta je hier nu en ook in de kleedkamer? Ja, verslagen. Is gewoon kloten. Maar van de andere kant, ja, je zult heel snel fris moeten worden, rugrechten weer. En die jongens proberen klaar te maken voor de play-offs. En de groep op zich, ja... Kijk, je laat het niet hier liggen vandaag, hè? Want we winnen gewoon natuurlijk. Er zijn een aantal momenten in het seizoen gebleken dat we niet met tegenslag goed hebben om kunnen gaan. En niet met de mentale, met het moment dat we een goal tegen krijgen, dat we niet door bleven spelen zoals we ze konden. En dat is eigenlijk voor mij de sleutel. En hoe ga je dat nu aanpakken? Vanaf morgen is de blik op de play-offs. Hoe ga je ook deze mentale klap proberen te verwerken met je team? Nou, eerst moeten de jongens gewoon een paar dagen vrij zijn. We spelen pas over 12 dagen, dus heel even rust. Het is wel een slijtageslag geweest, moet ik zeggen. Dus ook mentaal, emotioneel en heel even fris worden. Rustig en dan wel aan de bak, hè.